Dat was een dag dat hij met verlangen naar het zag. Ja? Op Laagstrijd. Weet je waarom? Dat was een lastig werk. Dat was een heel lastig werk en een heel zwaar werk. Maar dan verdien je wat meer. Ah ja. Dat was dan begonnen natuurlijk, hè. Nou ja, goed, dan begon je. Dan moest je... S'morgens ging je dan naar je werk, om 6 uur begon je op een toren. 6 uur. Maar als het dan nat was, mag je niet trek. Nee? Dan moest je daar op de hoskant zitten. Wacht tot dat droog was. En als het dan droog was, dan zei de operaire bij haar, ik zat nu maar aan, maar eens even zeggen hoor. Dan zei de operaire bij haar, we gaan beginnen. Dus dan begon je. En dan trok je van die... Van die hoopjes vlas, schrang noemen ze dat. Schrang, ja. Okay. Dan hebben we nog per schrang getrokken. Ja? Dus hoe meer schrang je trok, hoe meer geld dat, ja. De ene betaalde bijvoorbeeld een cent voor een schrang. Een ander die betaalde wat 90 cent voor 100 schrang. Wat was nu het beste om aan 2 schrang te komen? Zo klein waren natuurlijk. Kleine hoopjes leggen, hé. Dat kreeg... Maar ja... maar dat deed eens anders. Want zo'n ploegbaas die erachter liep... Ja. Die had zo'n ding bij hem. Zo'n soort touwtje, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Of wat dat het ook was, een metertje. En die sloeg die achter die vlaaswolletjes. En dan trok hij hem zo aan. En dan wist hij wel of hij te dik of te dun was. Ja. En dat hoefde niemand bij eentje te doen, de rest dat zag hij zo met zijn ogen. Dus dat kon je ook niet meer doorgaan. Hey? Ja. Maar goed, zo begonnen we dan. En dan we dan... Dan trok hij zo'n dag vlaas, zou ik maar zeggen. Maar de andere morgen kwam hij weer op dat werk. En dat het dan te nat was om te trekken, dan mag je die van de vorige dag die je getrokken had, opbinden. Dus dan knoop je ze allemaal dicht, met een stringetje glas. Ja. En dan stuk je ze. Totdat zo'n blok uit was. En dan, als het dan goed brun was van de zonne, dan weer het in schelven gezet. En als de schelven gezet was, dan stinkt dat dan nog een stukje, een paar weken, 2-3 weken soms. En hier zo de boeren verkochten dat veel aan mensen van aan de Belgische kant. Ik ken zelfs ook nog dikwijls, heel wat jaren, met vlas van de boer naar de koewacht gereden en naar Sint-Jansteen, ja. met pijl en wagen. Ja? Ja. Dat is gewoon de bekende vlas. Ja, dat zit je in een vlas. En dan reden we s'morgens weg. De ene avond laaien we die boerenvlas, die zetten we klaar. Dan kwam je s'morgens vroeg naar de boer toe om vervuren. Hey. De pijlen voor de wagen. En dan reden we naar Sint-Jansteen. Koewacht, klingen noem maar op. Ja, 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 ja. Ja. Die streek, dus dan kwamen we dat bij die mensen, dat was altijd rond de middag als je dat was. Dan reed je dat voerenvlas op dat erfje. En daar zetten ze daar. En je moest bij die mensen gaan eten. En die werkmensen van die vlasser, die lossen alles voor ons. Dus dan ben je klaar aan het meten, maar ons wagen weer los. Kroop me weer op de wagen, en dan terug naar huis. Ja.